Magmatoven. Het is niet zo opmerkelijk dat er op dit festival veel dichters rondlopen. Maar wat wel heel bijzonder is, is dat er 7 dichters zijn die eigenlijk niet meer bestaan. Als de dag van gisteren komt deze. Een zegenrijke koepel voor de ziel. Hier lig ik nou, ik arme dwaas. Niets wijzer dan ik was, helaas. Ik ben magister doctor bovendien en houd nu al zo'n jaar of 10 bij hoog en laag van vroeg tot laat al mijn studenten aan de praat. Pushkin? Ik hield van u. Hij zweeg en was onmachtig. Waar schroom en jaloezie beurtelings wint. Oh, die is helemaal goed. Ja. Ik wou jij was de lucht. Dat ik je ademen kon. En je zien in het hoge licht. En door je gaan kon. Waar zijn je armen? En je handen en die witte overschone landen van je schouders en schijnende borst. Ik heb zo'n honger en dorst. Dames en heren, dit wordt niet een gewoon avondje poëzie zoals het al gaat. U weet hoe dat al gaat. De dichter Dries Wittlof leest voor het eigen werk. Dan komt u op en dan struikt u over zijn eigen benen. Dat doen we niet vanavond. Vanavond staat in het teken van, eigenlijk is geïnspireerd op de bundel musical, zoals Tatjana Daan al zei bij aanvang. De bundel musical van Paul van Ostaaij, verscheen in 1916. Eerste modernistische bundel in Nederland. Paul van Ostaaij vond toen al dat dichters, niet alleen moesten dichten, dat sprak vanzelf, maar dat ze ook uit hun ivoren toren moesten komen en zich onder de mensen moesten mengen. Dat ze zelfs hun gedichten met cabaretiers en met vaudeville en variété moesten mengen. Met andere woorden, dat ze de mensen moesten trachten te boeien. Ik kwam die olifant tegen, kletsnat van de regen. Dag beest. Dag. En ik legde... We werden vrienden, zoals het hoort. Op de warme kokosnoot van je schedel en ik zei... Het bestiarium van een pre-surrealistische Jacques P. Thijssen uit de 19e eeuw. Jeetje me iskanta me heitere soosu. Jeetje me wolka ook fjolenblauwe. Wat vind je zo leuk aan poëzie? Dat het je soms met hele alledaagse woorden weg kan voeren waar je alle dag niet komt. En dat klinkt heel vaag, maar... Een beetje wel, hè? Ja. Nee, maar dat is het wel. Ik bedoel, het zijn verdraaiingen die gewoon heel prettig zijn. Het is voor het eerst dat ik eigenlijk hier ben. Dus, maar het was heel snel. Dat vond ik wel prettig. Veel dingen achter elkaar. Ik weet helemaal geen reet van dichten. Ik moet ook zeggen, 9 van de 10 gedichten begreep ik ook niet. Ben jij veel dan met poëzie bezig? Of? Nee, niet. Dus dit is echt voor het eerst om kennis te maken met de poëzie. Ik vond het een prachtig programma, prachtig decor, mooi afwisselen met muziek. En nou, je krijgt zo'n hele wijde variëteit aan dichters voorgeschoteld. Dat is eigenlijk een unieke belevenis om dat allemaal zo op één avond te mogen meemaken. Er zijn natuurlijk ook mensen die, nou, als ik heel even naar mezelf kijk, die alleen maar de poëziealbum kennen. Dat is het enige wat zij met dichter te maken hebben gehad. Is er voor hen ook wat te beleven op Poetry International? Heb je vanavond in de zaal gezeten? Ik vind van wel. Ik vind toch dat de meeste gedichten erg toegankelijk zijn. Er zijn natuurlijk een aantal dichters die misschien wat een kleine belezenheid veronderstellen. Maar ja, je kunt ook soms iets begrijpen zonder dat je het helemaal begrijpt, volgens mij. En ik heb de indruk dat er dit festival heel veel dichters zijn die voor een groot publiek... aanspreken. Dus ik zou vooral iedereen willen aanraden om te komen luisteren.